Ik werk voor KVB als teammanager U16 en als logistiek manager voor het A-team. De taak van logistiek manager is zien dat alle materiaal ter plaatse is, nu hier voor het toernooi. Dat houdt ook in dat we de shirts maken, dat we kledij voorzien voor training, hotel. Zodat de spelers zich eigenlijk enkel moeten focussen op het sportieve. Het vlokken of het bedrukken van de shirts is de shirts wedstrijd klaarmaken. Dus shirts komen blanco toe. Vooraan op het shirt komt het nummer en komt ook de matchday customization, dus wedstrijd. Zoals bijvoorbeeld België-Engeland, Kaliningrad, 28 juni. En dan achteraan op het shirt zijn de namen en terug de nummers. Dat zijn vaste afmetingen die FIFA of UEFA oplegt. Ja, tussen de kraag en de naam. En dan zijn er een vaste afmeting tussen de naam en het nummer. En dat wordt ook effectief gecontroleerd. Per wedstrijd maken we 3 shirts per speler. Dus dat houdt in dat toch wel heel wat vlokbewegingen zijn per wedstrijd in feite. In ons team doet iedereen eigenlijk een beetje alles. Ja, er is geen hiërarchie. Iedereen kan shirts bedrukken, iedereen maakt trainingsmateriaal klaar. Eigenlijk doen we allemaal een beetje hetzelfde. Ik ben Jurgen en wij zijn Red Together.